goedemorgen. Ik ga vandaag mijn sfeerlichtjesbonnen van de Postcode Loterij inleveren hier bij Albert Heijn Naaldwijk. Ik heb 338 op dit moment. En dat wordt er misschien nog wel wat meer, maar het is fantastisch dat al deze mensen uit het hele land, maar heel veel Westlanders, deze naar mij toegezonden hebben of in de bus hebben gedaan. Fantastisch. Goedemorgen Leon. Hoi. Nou, daar ben ik met mijn 338 bonnen. Nou, en dan heb ik hier 338 sfeerlichtjes voor je. Geweldig. Nou, heel veel succes ermee. Ja, fantastische actie. Superleuk dat we voor de mensen van de voedselbank zo die sfeerlichtjes hebben gespaard. Wat super gaaf is dat er ook mensen zijn geweest, klanten die bij ons in de winkel zijn geweest en de bonnen hebben afgegeven, speciaal voor deze actie. Dus super. Tot nu toe hè, is dit de buit. Ja, en er komt nog veel meer bij. Het is eigenlijk overweldigend. Want ik heb inderdaad niet alleen sfeerlichtjes ontvangen. Ik heb nog andere lichtjes ontvangen van mensen die zeiden van ik ben geen lid van de Postcode Loterij, maar ik vind het zo geweldig. Hier heb je mijn lichtjes. Er brengen mensen die brengen vaccinelichtjes. Nou, die gaan natuurlijk heel goed kunnen gebruiken. Ik heb er meer dan 1600 nodig. Deze, die waren vorig jaar van de Postcode Loterij. Ook leuk. Chocoladeletter, speculaaspoppen. Nou, het is ja, meer dan geweldig. Er is een gedeelte voedselbank. Ik heb een gedeelte voor stichting Klein Ingrepen Grote Gevolgen. Daar gaat een gedeelte naartoe. Ik heb een organisatie LUS in Monster. Dat zijn voor vrouwen die gevlucht zijn. En daar gaan er een stuk of 40 naartoe. En ik heb nu weer net een aanvraag binnen van een stichting De Vereniging. En dat is voor ouderen. En, wat ook leuk is, Voedselbank Delft in Schipluiden zamelen Wilma en Aad van Meurs het in voor de Voedselbank Delft. En ik ga daar ook aan bijdragen. Dus ik vul het aan tot een ruim 300. En dat gaan we dan volgende week weer brengen samen met Wilma. Het is zo hartverwarmend. De reacties, leuke briefjes krijg je. Ik kreeg geld over de post, gewoon van vreemde mensen die dan geld in de envelop doen en zeggen, koop daar de vaccinelichtjes van. Ja, ik word er wel heel warm van dat het, hè, we hebben het dan hier over het Westland, maar ze komen eigenlijk door heel Nederland wel vandaan, met name de Westlanders. Het is fantastisch, iedereen vindt het helemaal geweldig. En ja, ja dat raakt me wel. Ik zal nog even wat laten zien. We moeten alle doosjes moeten we openmaken, want we gaan daar de vaccinelichtjes in doen en ook het kaartje om aan te geven waar deze doosjes vandaan komen, van wie we ze hebben gehad. Dus we dachten, nou, laten we even creatief zijn. We maken even een mooie boom, een kerstboom. Dat blijft nog even een verrassing hoe die er gaat uitzien, maar het begin is er.